Hallo, ik ben Merel. Ik ben Anne Fleur. En wij staan hier bij het trainingscomplex van FC Utrecht. Om Maarten Paas te interviewen. Een oud leerling van het Canisius College. De eerste vraag is, wat vond jij het leukste aan het Canisius College? Aan het Canisius College, wat ik leuker aan vond, was dat ik heel veel vrienden daar heb gemaakt. Dat was natuurlijk heel leuk. Ik kon echt mezelf zijn daar en ook vrij makkelijk mijn toetsen halen. Dus eigenlijk heb ik alleen maar goede woorden over het Canisius. Hoe oud ben je begonnen met voetballen of keepen? Toen ik bij Canisius zat voetbalde ik al, keepte ik ook al. Alleen toen keepte ik nog wat op een lager pitje bij Union. En precies toen ik bij Canisius wegging, ging ik ook naar NEC. En 2 jaar geleden naar Utrecht gegaan. En nu, sinds dit jaar, volg ik weer een studie. Dus het is ook een hele uitdaging, maar wel heel erg lastig. Alleen ik doe er mijn best voor. En hoe ziet een week in jouw leven eruit? Een week in mijn leven? Vandaag is maandag. Dus we hebben 2 dagen geleden een wedstrijd gespeeld. Dus meestal een dag na de wedstrijd is het, ligt een beetje aan wanneer de wedstrijd is. Maar laten we nu... zondag is onze volgende wedstrijd. Dus dan heb ik vandaag 1 training, morgen 2 trainingen. Woensdag 2 trainingen. Donderdag vrij. Vrijdag 2 trainingen. Zaterdag 1 training en zondag wedstrijd. Families komen wel altijd hier bij de wedstrijd kijken, maar dat ik echt nog terug naar Nijmegen ga, dat is denk ik 1 keer in de 3, 4 weken of zo. Dus toevallig ga ik vandaag naar Nijmegen vanavond. Dus dat is wel leuk. En hoeveel paar voetbalschoenen heb je? Ja, ik heb geluk dat ik een sponsor heb met Nike. Dus ik denk dat ik om de 2 maanden weer een nieuw paar, 2 of 3 nieuwe paardjes krijg. Ja, wie is je idool zeg maar in het voetbal als keeper of speler? Ik heb dus niet echt een idool gehad. Natuurlijk wel jongens wie ik wel naar opkeek. Alleen, ik geloof van elke keeper in de top zeg maar, of elke voetballer in de top kan je wel wat leren. En dan kan je wel weer je eigen dingetjes zeg maar in toevoegen. Dus bepaalde keepers zijn, hebben weer bepaalde sterktepunten waar ik misschien dan minder sterk in ben. En dan kijk je van, waar kan je je daarin in verbeteren? Wat vind je leuker, keeper bij Jong Oranje of bij FC Utrecht? Ja, maakt voor mij niet zoveel uit. We hebben hier een hartstikke leuke groep en bij Jong Oranje ook een hartstikke leuke groep. Ik denk dat het juist hartstikke leuk is dat je een beetje afwisseling hebt af en toe en dat je af en toe even eruit mag. En ik denk dat dat hartstikke leuk is en dat geeft ook weer nieuwe energie hier en daar. Is er nog een speler die je minder goed vindt in het team? Nee. Als je minder goed bent, dan speel je niet bij FC Utrecht. Dit was ons artikel met Maarten Paas. We hopen dat jullie het leuk vonden en tot het volgende artikel.